Het vervoer van bokser Josimir Paulino matcht niet echt met het imago van een stoere bokser. Het is niet echt bling bling, maar de Noord-Hollander trekt zich daar weinig van aan. Jij zegt dat ik stoer ben, maar dat zijn jouw woorden. Dat kan ik niks doen. Ik mag dus niet op mijn vrouw fietsen, want dat is niet cool. Nee, ik doe wat de fuck ik wil doen, motherfuckers. Excuus mijn taalgebruik eigenlijk niet. Nee, ik doe wat ik wil doen, want ja, anders als ik moet gaan doen wat jullie motherfuckers allemaal doen, dan schiet het niet op. Ik wil mijn eigen pad bewandelen. Josimir Paulino is weer in voorbereiding van een volgende wedstrijd. Iedere woensdagochtend hangt hij in de gewichten en traint hij met zijn vaste trainingsmaatje in een sportschool in Alkmaar. Het gaat dus niet om de cijfers wat ze deelt, maar het gaat om... Dat als ik zeg van ja, laten we dus gaan, dan zei hij tegen mij van hallo Pik, wat doe je nou? En dat is het ding. Ze is ook een motivator. Zit jullie tillen elkaar naar de max? Ja, we fucken elkaar op, weet je, en dat heb je nodig. Dit is wat wij samen doen. En hierin probeer ik in ieder geval altijd schemaatjes te maken dat wij samen doen waar wij ons heel goed bij voelen. En dat we echt lekker 2 uurtjes maar naar de klote trainen. En dat is een mooi onderdeel van zijn wekelijkse trainingsschema. Is easy work. Ondanks dat Talita geen vechtsporter is, spreken de twee wel met elkaar over het boksen van Paulino. Daar hebben we het veel over, ja. En daarom maak ik ook wel van dichtbij mee wat het met hem doet als het dus allemaal niet gaat zoals het eigenlijk gepland stond. Vertel, wat doet het met hem? Nou, het geeft hem mentaal natuurlijk wel een knauw als het als er iets weer afgezegd wordt en iemand die uitgedaagd is toch niet partijen is voor hem. Niets is zeker in de bokswereld. Toch lijkt het erop dat Paulino op 15 oktober weer de ring in gaat stappen. Dan vecht hij tijdens de Ben Bril Memorial tegen Serginho Kantes. 15 oktober, als het goed is, sta ik tegen Kantes voor mijn Nederlands titel. Die ik al 10 jaar heb. Knipoog naar jullie. Maar jij zegt van als het goed is, want ik zit op de site van Ben Bril en die kondigt eerst aan van gedoe en het mag niet, ruzie met de profbond. En een paar dagen terug hebben ze een bericht geplaatst, het gevecht Paulino Kantos gaat zeker door. Maar jij zegt zodra de bel gaat is het YOLO en wat ik al zei, I'm good with these.